Good, five more left. Waarom ik zo grijs ben? Oh, nou, dat komt door kinderen zoals jij. Echt mee. Net als iemand van 51. Afgelopen weekend was ik dus 50 geworden. En je vrouw die heeft mijn deur versierd. Ik heb 103 euro bespaard. Wat? Maar wel alweer 20 euro opgesnoept natuurlijk wel. En dat is het minst leuke voor jullie. Ik wil even 2 dagen 6 uur en 53 minuten langer dan dit. Dat gaat goed. Nog steeds. Nog steeds niet echt de behoefte om te roken. Alleen als ik echt, echt verveel. Nou, dat hoeven jullie niet. We gaan naar de volgende. Dat is wat ik een beetje jammer vind. Aan de ene kant is iets te weinig plaatjes hier. Dit begint gewoon goed te lijken. Op zich heb ik het helemaal lezen. Het is toch ook belangrijk, hè? Wat geloof je? Zitten nu werkstukken te bekijken? Van iedereen. Ja. Ja. Rode streep staat voor veranderingen in het leven. De witte streep. Voor de toekomst. En de zwarte streep staat voor de slechte dagen. En dan ook bruine strepen, maar dat zijn remsporen. Wat zei je nou? Mevrouw zei ze. Is je jongen? Cleopatra. Oh ja! Wie is al met zijn verhaal bezig? Het moet allemaal hard bezig zijn. Iedereen is bezig met taal. Wow. Hallo. Oh, de oude is al. Wow. Je bent ver? We krijgen nu les van je Marleen. Voor de hoeveelste keer is dit dat je een les krijgt van je vader? Vierde keer. Vierde keer de thema. Ga je die mee? Ja. Oh mijn god. Nou, mijn fout. En we zijn al bij het groen. Die toon een beetje hoger en dat is toevallig dezelfde zwarte toetsen. Daar zijn wel twee verschillen. Ik zou het nooit willen worden. Eerst stage lopen, zoals dat juf Marleen stage bij mij loopt.
Andere, nee, ik wil geen IB'er worden. Nee, Marleen. Nee, ik ben al een IB'er, hè? Irritant buis. Ja. Staat de zon altijd recht boven in de aarde. En zie jij het hele gezicht van Julian? Niet de maansverduistering, nee. Want deze zon ziet de maan niet, omdat de aarde ertussen door staat. Ik ken dat van Jochem Meijers. Als de maan hier staat, dan ziet de zon de maan wel, alleen maar voor een deel. De aarde rond is. Ja, dus een ronde schaduw van de aarde valt dus op de maan. Ja. Tegels tellen. Van de schaduw. 4 meter. 5 meter tak. Oké. Nee, hier. 6 minuten over. In het kader van iedereen mag altijd overal uitdelen, heeft Philip bedacht. Nou, eigenlijk is het vandaag niemand jarig, dus dan bel ik maar. Philip. Ik was een kleine jongen, als ik jarig was, dan mocht ik de kaarsjes. Dat is een jaar, ik blijf alweer veel ouder. Speel ja nou als je wilt, maar aan het was het van de schouder. Nee! Nee, tot de Mike heeft gewonnen. Mike, wat vind je van dat je hebt gewonnen? Wat vind je van? Goed dat je hebt. Nou, voor een verjaardag. Van 49 voor een verjaardag. De tips. Wat? Tips. Tips. Ja, de tips. Ja, die. Heb je er vaker naar gekeken of zo? Als wij op vakantie gaan, en wij gaan nog wel eens op vakantie. Ja. Dan maakt het niet uit waar we heen gaan, maar wij gaan altijd naar de graven. Dat maakt wel allerlei bijzondere graven. Wat? Echt? Ja, zeer morbide vraag. Parijs. En daar lag een heleboel bekende mensen ook. Van mij! Kijk het wel, de eerste. Ja! En dan ga je het uitrekenen. 80 euro. Ga ik uitrekenen, is voor mij dan 100%. En van jullie kreeg of die wel of een ander bedenk. Wil je ze alle twee dan heren? Bruno Hals is in de house. Wij deden dat vorige keer toch. Wat zoveel betekent als dat ze misschien nu een ander onderwerp hebben. Ik kan foto's op plaatsen. Weet je, iets anders dan Facebook. Ik vind Facebook iets meer voor ouders. Ja. Godprijs. En kom op nou, doe maar een rol. Er is een horloge gevonden vorige mannen. Is iemand een horloge kwijt? Okay. The rest of the week.
is al even laat. Ja, vrouw. Goed. Ik heb een hartstikke goede toets gemaakt. 4 punten aftrekking is... Vraag 3. Het Franse volk was niet meer zelf de baas. Alleen na veel overwinningen en had bijna heel Europa veroverd. Het ging steeds verder weg. Hij wilde ook Rusland veroveren. Maar het liep anders dan Napoleon verwacht had. We doen nog veel meer dan die Fransen overgehouden. Behalve een hoop ellende en hoofdpijn. Hebben we ook de huisnummers overgehouden. Wat? Wat maakt het uit, schat? Wat maakt het helemaal niet uit? Kijk volgens mij niet eens in de camera. Hallo. Weet toch? Je weet toch wel? Ik denk dat ik afga. Ja, kwart over 10. Het was een kwart over 10 nou. Oh, oké, we hebben geen tijd. Uit de campen. Niet alles is grappig. Butter. Butter, misschien maakte die wel boter. Zwart hoed, misschien had hij maar altijd wel een zwarte hoed op. En wie het weet, zegt hij. Landen als Denemarken, en Zweden en Noorwegen, weet ik, heb je heel veel mensen die heten Sigtorsson of Svensson. Dat is een naam. Maar het is dus Svensson, Sigtorsson. Dan ben je een Kuiper. Dus een overgrootvader die op dat moment leefde en dus een achternaam moest bedenken voor zichzelf, die was waarschijnlijk Kuiper. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had nog in zijn beste zijn verlies. De hemel in de zilveren zon speelt nog steeds het harmonie op de zinnenroep. Daar ging over de heuvel en door het kantoor. De lange stoet de bergen in van zin. Zal ik dit aan je vrouw geven? Nee, gewoon dit gedacht in zijn mond houdt. She says I am whiskey and wine of the best. For the words that you told me were only a jest. There is no pain ever. No pain ever, no more. When I play the hour, no is de kaart aan het kopiëren omdat het licht er goed overschijnt. Ga weg. Heb je gevlogd? Niet naar binnen gevlogd. Maar... Nee. Oh, wat is het?
Heel saai. Kom zo terug, dan gaan we nog meer DMT lezen.